Geliefde broeders en zusters, gasten en hen die nu of op een later moment via de techniek met ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. Vanochtend gaat ons voor dominee B. Reinders, emeritus predikant van Harderwijk. De schriftlezing is Psalm 103 en het thema van de preek luidt: Looft de Heere, niet vergeten. In de nacht van vrijdag op zaterdag is overleden onze broeder Gerard Schoeman van de David Tenierslaan 152. Later in deze dienst zullen we onze broeder herdenken. Nog meedelen van de kerkraad: de inzameling van de gaven vindt plaats voor de slotzang. Deze is bestemd voor pastorale activiteiten, met name zending en evangelisatie. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u per bank overmaken. We vangen deze dienst aan door het zingen van de voorzang, Psalm 145, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij onze harten verheffen tot God. Onze hulp en onze verwachting komt alleen van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit meer loslaat wat hij eenmaal begonnen is. En ik mag u en jou hier in de kerk en ook thuis in zijn naam begroeten, want er is genade en vrede voor u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heiland, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, naar aanleiding van de mededeling zojuist wil ik u vragen, voor zover u kunt, om te gaan staan. Na een periode van afnevende krachten is in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag overleden onze broeder Gerard Schoeman. Zijn gezondheid was de laatste jaren zwak door verschillende ziekten. En hoewel hij graag thuis wilde blijven, moest hij de laatste periode worden opgenomen in het hospice, de Wingerd in Amerongen. Daar is hij ook ontslapen. Hij mocht 77 jaar worden. Het geloof was voor hem belangrijk, ook al vond hij het moeilijk om daar heel openlijk over te spreken. Hij zocht vooral in de psalmen naar woorden die hem houvast gaven. Laten we hem gedenken door te zingen uit Psalm 103, vers 8 en vers 9.
Aan het begin van elke zondag houdt de Heere ons voor wie Hij is en hoe wij voor Hem zouden leven. Hij is de Verlosser en wij worden geroepen om in zijn spoor te gaan. Dat horen we in de woorden van Gods verbond en in de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Laten we daarop antwoorden en dat doen we vanmorgen uit de morgenzang, daarvan vers 1, 4 en 7. God sprak al deze woorden en hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land, uit Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zou. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienares, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Toen de Heer Jezus gevraagd werd naar het grote gebod in de wet, antwoordde hij, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Want u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust heel de wil van God. Zo spreekt de Heer.
We gaan in gebed om de Heere te vragen om zijn zegen over deze dienst. En de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. Allereerst denken we aan zuster Schoeman en haar zoon en verder familie. Nu haar man en vader overleden is. We doen voorbeden voor broeder Diepeveen van de Spoorlaan 11. Hij zal komende donderdag worden geopereerd aan een tumor in de dikke darm. We bidden ook voor zuster van de Heuvel van La Vieren van de Rozenstraat 2. Zij zal een operatie aan het middenrif ondergaan deze week. En we danken de Heer ook met zuster Evan Hunnik van Eck van de Kerkenwijk 79. Zij is weer thuisgekomen na een periode van revalidatie. En we denken ook aan zuster A. Schuurman van de Leden van de Anker 3. Zij heeft een knieoperatie ondergaan en die is goed verlopen. Ze mag weer thuiskomen en daar zal ze verder revalideren. Laten we al deze dingen ook in gebed bij de Heer brengen. Almachtige, grote, genadige God in de hemel. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen we aan het begin van ons gebed loven en prijzen. U bent het waard om alle lof en eer te ontvangen. Onze dankzegging, onze toewijding voor nu en tot in eeuwigheid. U troont op de lofzangen van Israël. En Heere, zo hebben we in deze dienst al een aantal liederen gezongen. Uitbundig, ingetogen. Ook liederen van verootmoediging en afhankelijkheid. En we zullen er om meer zingen. Ook op die manier hebben we, als het ware, al gebeden tot u. En ook nu willen we komen aan het begin van deze dienst om u te eren en te bidden. Wij danken u dat we hier in de kerk mogen zijn in alle vrijheid. Dat we hier de kracht en de gezondheid ontvangen. In elk geval de mogelijkheid om hier te zijn. Misschien wel juist met moeite, maar toch met het verlangen om onder uw woord te zijn. Of we hebben afgestemd op deze dienst thuis, omdat het niet lukt om naar de kerk te gaan of dat we ver weg zijn. Heere, de mogelijkheden schenkt u ons om aan het begin van een nieuwe week eerst bij u te zijn. Deze dag die ons altijd weer herinnert aan die allereerste dag, waardoor het eigenlijk elke zondag Pasen is. Het Pasen, de opgestane Heere, in wiens naam wij hier ook vanmorgen bijeen mogen zijn. U, Heere Jezus, de levende God, die vanuit de hemel door uw geest hier bent. Wij danken u voor de vrijheid waar we in dat kunnen doen. We denken aan broeders en zusters elders op de wereld die dat heel anders beleven. Die met kleine groepjes bij elkaar komen, soms in het geheim. Die het aan hun lijven, letterlijk aan hun lijven ook, kunnen merken dat ze in uw naam geloven, dat ze uw naam belijden, omdat dat tegengewerkt wordt. Wij bidden u, wilt u hen bijzonder sterken. En wij weten dat wij voor hen bidden, maar dat broeders en zusters in de verdrukking ook voor ons bidden in ons vrije Westen. Om trouw te blijven en niet afgeleid te worden. Heer, wij bidden aan het begin van deze dienst om de opening van uw woord. Als we straks uw woord lezen, een van de psalmen, dan zijn we afhankelijk van uw Heilige Geest. Want wij kunnen nog zulke bekende psalmen zingen en lezen en horen. Woorden die we misschien uit ons hoofd kennen. Maar we belijden u, Heere God, als u het niet zelf zegent, dan zullen het bij woorden blijven. Dan zal het ons hart niet raken. En dat hebben we nodig. En daarom bidden we, o Heilige Geest, ga zo aan het werk dat we ieder persoonlijk, zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten, of we nu oud of jong zijn, dat we iets meekrijgen van uw bedoeling in deze woorden, maar dat we bovenal aan u verbonden raken en blijven. En opnieuw misschien. Of al meer. Want Heere, dat is iets wat we elkaar niet kunnen geven. En onszelf ook niet. Maar wilt u die relatie leggen tussen u en ons hart. Tussen ons hart en u.
omdat we u mogen kennen. U mogen vrezen, zoals het in deze psalm die we gaan lezen staat. Heere, wilt u zo het woord zegenen, mond geven om te spreken, een stem en een hart dat geopend is. En dan weet u precies wat wij nodig hebben. Nog veel meer dan dat wij dat zelf weten. U kunt het woord dat door een van uw dienaren gebracht is, uitbetalen in gepast geld voor ons leven. En wij bidden u of u dat wilt doen. Heere, zo zijn we diep afhankelijk van u. Wij weten dat we midden in deze wereld leven. Deze wereld die gebroken is, waarvan alles gebeurt. Waar machten elkaar naar het leven staan. Waar machtsblokken over elkaar heen schuiven. In botsing raken, oorlog, ramp, terreur. Heren, u weet ook dat dat heel veel verwarring kan geven. Hoe gaat het met het bestuur van deze wereld? Hebt u het echt in de handen? Ja, wij geloven dat u het in de handen hebt. Nou, dan geeft het laatste boek van de Bijbel alle duidelijkheid over. En wij danken u dat we dat mogen weten. En wilt u ons ook bij dat geloof bewaren. Dat uw rijk van vrede werkelijk zal komen door de barensweeën heen. Ontfermt u zich ook in deze wereld over zoveel die lijden, die rouw hebben, die op de vlucht zijn, die in verwarring zijn. O God, breng leiders tot bezinning die invloed hebben op de machtsverhouding in deze wereld. Heren, zo zijn we hier als gemeente bij elkaar en mogen ook voor elkaar bidden en danken. We hebben vanmorgen stilgestaan bij het overlijden van broeder Schoeman. En we willen nu voor zijn vrouw, voor haar zoon en verdere familie bidden. Een verlies na een periode van ziekte, van afnemende krachten. Maar toch, als dat moment daar is, dan is het definitief. Dan is er die lege plaats. En wij bidden u om als gemeente, nu we als gemeente ook als het ware rondom hen staan, om uw genade, om uw troost. Om uw nabijheid, om uw wegwijzer voor de weg die nu voor hen ligt, zonder hem. Wilt u hen troosten, zoals u dat alleen maar kunt. En we hebben het ook gezongen, wij zijn maar stof. Maar uw genade en uw barmhartigheid is zoveel groter. Wij bidden u ook voor broeder Diepeveen, als hij de komende week zal worden geopereerd. Heren, wilt u met hem meegaan? U weet hoe het met hem gesteld is, of u er tegenop ziet, of ja, dat hij zijn vertrouwen op u mag stellen. We bidden u daarom. En wilt u de hand van de arts zegenen, zodat dat de ingreep ook mag opleveren wat er van gehoopt wordt. Er is een aandoening in je lichaam die zo ongrijpbaar is. Heren, wij bidden u om genezing, maar we bidden ook om vrede in zijn hart. En dat bidden we ook voor zuster van de Heuvel, als ze geopereerd wordt deze week. Heere, gaat u met haar mee. Laat haar merken dat, dat de gebeden van de gemeente ook om haar heen staan. Maar dat u ook zelf meegaat. Als de ik ben, ik was en ik zal er zijn. Wij zeggen u ook dank voor zegeningen. U gaf het aan zuster van Hunnik, dat ze weer thuis mocht komen na een periode van revalidatie. Dank u wel, heren, dat ze daarvan in ieder geval zover mocht opknappen dat ze weer naar huis kan. En wilt u ook verder bij haar zijn, nu ze thuis misschien nog wat meer op krachten moet komen. En ja, geeft u ook daar de mogelijkheden voor. En dat bidden we ook voor zuster Schuurman. Ze heeft een knieoperatie ondergaan. Dank u wel dat ze thuis is en dat ze daar verder kan aansterken. Heren, geef haar daar ook geduld voor en genade. Wilt u ook dat herstel geven, daar mogen we om vragen. Maar in alles bovenal, de vrede in het hart, dat u hoe dan ook erbij bent en meegaat. Stel haar vertrouwen op u. Heren, zo leggen we onze gebeden bij u neer. We hebben u niets aan te bieden. Wij belijden u onze schuld. Wij belijden u ons tekort. Wij hebben gezondigd tegen u. Tegen de hemel en voor u. En wij bidden u, vergeef ons onze zonden. En zie ons aan in Jezus Christus.
Want Hij heeft alles volbracht en alles gedragen. Zo bidden we, hoor ons en zegen ons in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen uit Psalm 103. Psalm 103 is de lezing van de schrift. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen, want hij weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover gegaan is, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u, zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Dat is het woord van God. Zalig die het woord van God horen, bewaren en doen. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, eerst nog, voordat we naar de bediening van het woord luisteren, uit Psalm 77, vers 7 en 8. In de tekst gaat het over loof de Heere niet vergeten. Dat is wat wij niet mogen doen, maar deze psalm gaat erover dat we wel eens bang zijn dat de Heere iets vergeet. Zou de Heer zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Maar die gedachte kan de gedichter niet dragen. Want het is anders. De Heere is getrouw. Laten we zingen op Psalm 77, vers 7 en 8. Thank you.
Misschien hebt u wel gemerkt, naar aanleiding van dat ik met de psalm aankondigde dat we juist dat couplet niet zongen. Dat is inderdaad een vergissing. Dat staat in vers 6. Zouden God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Dit zei ik, dit krenkt mij het leven. Nou ja, dat was dan vers 6. Dat komt in de preek ook nog wel terug. De verkondiging van morgen gaat over psalm 103 en dan met name als uitgangspunt voor deze psalm vers 1 en 2. Een psalm van David: loof de Heere mijn ziel en al wat in me is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En wij zingen na de verkondiging uit deze psalm vers 1, 2 en 7. Psalm 103 vers 1, 2 en 7 na de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus, oudere jongeren, jongens en meisjes. Ik weet niet of u het wel eens hebt of dat jullie het wel eens hebben, maar ik vergeet nog wel eens wat. Hebt u dat ook? Hebben jullie dat ook wel eens, dat je wat vergeet? Vast wel. Want ja, dat hoort een beetje bij het leven. U maakt de een zich daar meer zorgen over dan de ander. Als ik oudere mensen spreek, dan komt het nogal eens gauw op vergeten. En ja, dat vinden mensen erg. Maar ja, je kunt daarop reageren. Ja, ik vergeet ook wel eens wat. Dat zegt niet alles, maar dat is wel zo. En jongens en meisjes, het maakt natuurlijk wel uit wat je vergeet, hè? Al als je vader en moeder, of als je moeder of je vader boodschappen doet en ze zegt: ik zal een zak chips meenemen voor vanavond. En ze komt thuis en zegt: oh, helemaal vergeten. Ja, dan is dat natuurlijk heel jammer. Maar ja, zonder chips kun je ook wel leven, toch? Ja. Het wordt anders als je een belangrijke afspraak hebt. Ik noem maar wat, een sollicitatiegesprek of een examen. En je moet op tijd op en je zet de wekker. Althans, dat denk je. Maar je bent het vergeten. En je komt te laat. Dan heb je een probleem. Nou ja, we kunnen natuurlijk allerlei voorbeelden bedenken van vergeten. Maar er is één ding. Er zijn dingen die je beslist niet mag vergeten. En één van die dingen, daar gaat het over in Psalm 103. De dichter, David, heeft het over één ding wat je niet mag vergeten. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Als ik deze psalm lees, dan hoor ik in mijn gedachten altijd nog mijn grootvader, mijn opa. Hij leeft al lang niet meer, maar bij allerlei gelegenheden, of het nou feest was of verdriet, las hij deze psalm. Niet vergeten. Een familiepsalm, misschien voor u, voor jou ook wel. Psalm 103. Wel gemeente, er is één ding duidelijk in deze psalm en dat is dat deze psalm, dat de God zelf, hè, want dat is zijn woord, dat God zelf ons als het ware wil meenemen in, als het ware aanzetten wil tot lofzang op zijn naam, op de naam van de Heere, de trouwe verbondsgod, de ik ben, ik was en ik zal er zijn. Die God van Israël, die wij mogen kennen als de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Loof de Heere, mijn ziel. De psalm begint met die regel en u weet het wellicht, maar kijk het maar na. De psalm eindigt ook precies met die regel. Loof de Heere, mijn ziel. Laatste regel, loof de Heere, mijn ziel. Alsof David daarmee zou willen zeggen, met die tweezelfde regeltjes, alles wat hier tussen staat, heeft als bedoeling dat ik de Heere ga of blijf loven. Je noemt dat met een wat moeilijker woord, misschien wel een inclusio. Je begint en je eindigt met het laatste woord of het laatste zin. En dat betekent eigenlijk, alles wat hier tussen staat, heeft die functie. Loof de Heere, mijn ziel. Ja, en dan wil hij ook dat iedereen meedoet. Zo eindigt de psalm ook, hè? De engelen, de hemel, legermachten, dienaren, al zijn werken, doe mee. En eigenlijk is dat ook
de bedoeling van de psalm van vanmorgen. Dat we dat ook overnemen of daarin blijven doorgaan of dat misschien ontdekken. Loof de Heere, mijn ziel. Maar wanneer doe je dat eigenlijk? Loven of prijzen? Kun je dat altijd? Misschien ben je vanmorgen naar de kerk gekomen en met de gedachte van, nou, ik heb er zin in. Ik heb zoveel fijne dingen meegemaakt. Of het heeft mijn hart om mee te zijn, om bij de gemeente te zijn, om te zingen. Dankbaar om van alles en nog wat. Om een fijne vakantie die je misschien net achter de rug hebt. Of een goed bericht van de dokter of een jubileum, noem het maar. En dat je die blijdschap in je hart als het ware hier meebrengt. Om het te uiten. Maar als je nou vanmorgen in de kerk zit en denkt, ja, loven en danken, dat staat haaks op wat ik op dit moment meemaak, wat er in mijn hoofd zit. Vanmorgen stilgestaan bij het overlijden van een van de gemeenteleden. En is dat reden om de Heere te loven? Kun je dat in moeite en verdriet? Kun je dat in dagen dat je twijfelt, dat je in de war bent? Kun je dat als je om je heen kijkt in deze wereld en op je af laat komen wat er allemaal aan de hand is en je het werkelijk niet bevatten kan hoe in korte tijd zoveel dingen kunnen veranderen en je je afvraagt, ik vraag me dat wel eens af, ben ik heel eerlijk in, Heere God, hoe moet dat nou? Hoe zit uw leiding hierin? Bij al dat verschrikkelijks. Kun je de Heere loven als je met jezelf te maken hebt, als je vanmorgen in de spiegel gekeken hebt? De meesten doen dat denk ik wel. En ik weet dat dat kan gebeuren, ouder of jongeren, dat je denkt, wie ben ik nou eigenlijk? Wat stel ik nou eigenlijk voor? Een mislukt mens. Een schuldig mens. Iemand die zoveel kapot heeft gemaakt. En dan moet ik vanmorgen de Heere God loven. Nou, daar ben ik echt niet aan toe. Nou, geef me dan een andere psalm. Psalm 32. Ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Of Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Of Psalm 102. Je moet die thuis maar eens lezen. Dat is bijna het tegenovergestelde van Psalm 103. Eén grote klaagzang. Wat moet je dan? Nou gemeente, ik zou daarvan willen zeggen, in wat voor omstandigheden jij of u ook bent, zoek het in elk geval in de psalmen op. Want ik mag u garanderen, misschien weet u dat al lang, dat je in welke levensomstandigheid je ook maar bevindt, hoogte, diepte, blijdschap, dankbaarheid, verwarring, aanklacht, boosheid misschien wel, dat er altijd ergens een psalm staat waarvan je zegt, kijk, dat ben ik nou. En ik las, daar moet ik even aan denken, bij de afkondiging van het overlijden van broeder Schoeman. Hij zocht vooral in de psalmen naar woorden die hem houvast gaven. Gemeente, doe dat alstublieft. Doe jij dat ook. En bid met de woorden van de psalmen zelf tot God. Die woorden hoef je niet eens zelf te bedenken. De Heere God zegt hier, hier heb je mijn woorden. Bid die maar. Ik weet het wel. Maar goed, de vraag was, wat moeten we dan met Psalm 103? Moet de lof, de dank, de lofprijzing op de Heere God dan maar even wachten tot mijn gemoedsstemming er weer aan toe is? Het is goed gemeend om even bij dat woordje loven stil te staan. Wat is dat eigenlijk? Ik denk dat we voor het grootste deel, als ik het zou rondvragen, toch allereerst denken, nou, dan ben je blij. Dan ben je zo blij, dan kun je wel dansen van blijdschap. Een kind, jongens en meisjes, als je iets hebt gekregen voor je verjaardag, wat je al lang hebt willen hebben, nou, dan ben je toch blij. Daar zing je misschien wel een liedje van. Loven, dankbaar.
Het Hebreeuwse woord voor loven in de Bijbel, en zeker ook hier in de psalmen, heeft een veel diepere betekenis. Meerdere betekenissen. Bijvoorbeeld iemand groot maken, knielen voor iemand, zodat je zegt van u, jij bent alles voor me. Groeten kan het ook betekenen. Maar er zit ook een betekenis in het woord loven van de aandacht richten op. He, als je knielt voor iemand en zegt, u bent zoveel voor mij, u betekent zoveel voor mij, dan richt je als het de aandacht op, nou ja, wie dan ook maar. Maar je zou dat kunnen vergelijken met beschijnen, dat zit er ook een beetje in. Beschijnen, verlichten. En dan gaat het woord veel meer spreken, verlichten. En daarbij moest ik dan denken aan een voorbeeld wat je makkelijk kan onthouden. Je hebt vrijwel in elke plaats wel gebouwen, hier in Veenendaal zal dat ook wel zo zijn, gebouwen die het bekijken meer dan waard zijn. Zeker als het donker is, hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Dan zet je er lampen op, spotlights, schijnwerpers op een toren, een kerktoren, of in het buitenland op een kasteel, of een, nou ja, noem maar op, in de spotlights zetten. Het licht erop, die lampen, ja, die zijn nodig. Maar die zijn op zich niet belangrijk. Maar door dat licht zie je zo'n gebouw, een prachtig gebouw, al van verre. Of een kruis op een berg, zo in de Alpen heb je dat, hè? Van die verlichte kruisen. Het licht erop. In de spotlights zetten. Zo zou ik vanmorgen, als het ware, al die betekenissen van het woord loven willen samenvatten. De spotlights. De Heere loven, gemeente, is de lichtbundel op de Heere zetten. Kijk toch, houd je oog op Hem. Het gaat om Hem, niet om jou. En geldt dat, gemeente, dan alleen als je iets te vieren hebt, als je blij bent? Nou, deze psalm maakt wel duidelijk, juist niet. Juist niet alleen. Juist in dagen van zorgen, van zonde, van verdriet, van rouw, van vertwijfeling en angst. Alles wat in jou is, doet mee. En zo zegt David dat ook. Loof de Heere, mijn ziel. Dat is niet een apart stukje van jezelf. Maar jouw ziel is zeker in het Oude Testament, dat ben jij zelf. Helemaal met alles wat in je is, zegt David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is. Alles wat erin omgaat. Mijn heilige, de Heer, Gods heilige naam. En zo, gemeente, heeft de Heere God u en jou allemaal op het oog. Hoe je hier vanmorgen in de kerk ook zit. Of hoe je vanmorgen ook thuis deze dienst meemaakt. Met al je gedachten, met al je gevoelens, met al je blijdschap. Je dank, maar ook met je verdriet. Met je schuld. Of het nu is, voor nu of voor later. Loof de Heere, mijn ziel. Maar hoe kan dat dan? En wat is dat dan precies, de reden? Nou, dat zegt David in de tekst. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Weldaden. Ook zo'n woord. Wat is dat eigenlijk? Dat moeten we ook weten. De weldaden van de Heere. Nou ja, als ik zo opnieuw een rondje zou gaan doen, dan denk ik dat je toch wel heel snel denkt aan dat de Heere goede dingen aan je gegeven heeft. De Heere heeft mij wel gedaan. Voorspoed. Genezing, David zingt ook hier in deze psalm in vers 3 over genezing. Nou ja, daar zullen we de Heere voor danken. Dat is hem alle lof en dank waard. Voorspoed, genezing, meevallers, weldaden van de Heere. Dat je als het ware hem zou willen danken voor het feit dat jij toch dat huis gekregen hebt waar je al zo lang op hebt gehoopt. Of toch, nou ja, noem maar op. Goed, dat is zo. Maar als je leven nou stuk breekt. Als er nou tegenslag op tegenslag in je leven volgt. En je hebt van die mensen die
Ja, daar begrijpen we natuurlijk ook niks van, maar die komen van slag op slag op slag op slag. Moet je dan concluderen dat de Heere gestopt is met weldoen? Als dat waar is, als de Heere gestopt is met weldoen, als je te maken hebt met tegenslag en moeite en rouw, dan houd je geen God meer over. Weet je wat je dan overhoudt? Dan hou je gebalde vuisten over. Dan slaat de twijfel toe, de wanhoop en de beschuldiging aan God. Want waarom heb ik dit verdiend? Dan krijg je welvaartsgeloof, waarin de zegeningen van de Heer alleen uitkomen in een grotere portemonnee en een groter huis. Dan verstomt de weldaad, dan verstomt de lofzang op de Heere, gemeente, als dat waar is. Als de weldaden van de Heer alleen maar zouden liggen in datgene wat mij goed uitkomt. Maar deze psalm maakt duidelijk hoe onmetelijk verder de goedheid van de Heere God reikt. Weet u wat deze psalm gebeurt? In deze psalm laat God in zijn hart kijken. En wij mogen weten hoe hij dat gedaan heeft, nietwaar? Want wie heeft dat gezegd? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wie heeft dat gezegd, jongens en meisjes? Dat is toch de Heer Jezus? De Heer Jezus heeft gezegd, als je weet wat ik gedaan heb, wie ik ben, en lees het maar in de Bijbel, dan weet je wat er in het hart van mijn Vader leeft. Want ik ben als het ware het doorgeefluik, het doorkijkluik naar het hart van de Vader. De Heer Jezus, de belichaming van Gods weldaden. Als ik David hoor zingen, vergeet niet één van zijn weldaden. Dan kan ik daar een naam invullen. Vergeet Jezus niet. Vergeet Jezus niet. God die zijn zoon gaf tot in de dood. Een weldaad niet voor zichzelf, maar voor u en voor jou en voor mij. Vergeet Jezus niet. En gemeente, zo gaan we even wat verder door deze psalm heen, met die gedachte. De naam van de Heer Jezus Christus in onze gedachte. Gaan we even door deze psalm. Het is natuurlijk ondoenlijk om alles in deze psalm, als het ware, langs te gaan en te bespreken. Want deze psalm zit zo, het is niet voor niks een psalm die bij alle gelegenheden gelezen kan worden en die voor mensen zo geliefd is. Ik denk als ik een lijstje van top 10 zou maken van alle psalmen, dat psalm 103 ze zeker bij staat. Met 68 en 42 en 23 en zo. 103 ook. Goed. Ik vat een aantal dingen samen. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Waar staat de spotlight van de Heer op de Heer nou op in verband waarmee? Ik neem vers 6 tot 12 samen. 6 tot 12. Ik ga ze niet helemaal lezen meer, maar ik vat een aantal woorden samen. Vers 6 tot 12. De Heer is rechtvaardig. Hij doet rechtvaardige daden. Barmhartig en genadig. Geduldig, rijk aan trouw. Het staat er eigenlijk nog rijker. De Heere is, zou je kunnen zeggen, de rechtvaardige, de barmhartige, de genadige. Hij is de geduldige, de getrouwe. Met andere woorden, gemeente, de Heere is zo. Hij doet niet alleen zo, maar dat zit in zijn hart. Dat is wat de schrift ons wil laten weten. En er leest ook, hij niet voor eeuwig houdt hij vast aan zijn toorn. Voor degenen die hem vrezen, staat er achteraan. Ja, dat wel. Want de Heer is ook een rechtvaardige rechter. Maar degenen die hem nodig hebben, die kennen hem en die leren hem kennen via de Heer Jezus. Als degene die niet eindeloos vasthoudt aan zijn toorn. Dat doen wij mensen wel. We kunnen zo in ons gelijk vastzitten. Dat je een ander niet toelaat, omdat jij gelijk hebt. Niet eeuwig vasthoudt hij vast aan zijn toorn.
Hij betaalt ons niet naar onze zonden. Dat doen wij zomaar wel. De een wat makkelijker dan de ander. Maar we zullen hem met gelijke munt terugbetalen. Ik heb recht op, enzovoorts. Er is bij hem vergeving. Er is bij hem een uitweg uit het oordeel. Een uitweg uit de zonde. En dan niet een beetje. Niet mondjesmaat, zodat je er een beetje verder kunt. Niet tegen wil en dank, maar die bekende uitspraak en dat prachtige beeld. Zover het oosten is van het westen, zover wil hij onze overtredingen van ons doen. Met andere woorden, het is niet meer te vinden. U hoort dus, gemeente, waar de weldaden van de Heere mee beginnen. Die weldaden beginnen niet met allemaal meevallers, voor mezelf. Maar die weldaden van de Heere beginnen met het antwoord op ons, uw, jouw, mijn allergrootste probleem. De zonde, het kwaad, het onrecht. Calvijn, de uitlegger, zegt hierbij: vergeving is de bron waaruit alle andere weldaden van God voortkomen. Vergeving, genade is de bron voor alle andere weldaden van God. Bij God is vergeving, verzoening. En nu denkt u misschien, en denken jullie misschien ook, jongens en meisjes, nou, dat is niet voor het eerst dat ik dat hoor. Dat horen we toch elke zondag, hoop ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Bij God is vergeving. Ja, dat is niet nieuw, maar is het ook gewoon? Is dat niet het allergrootste wondergemeente waar de Heer mee begonnen is? Is het wel gewoon? Besef je wel hoe diep dat gaat? En hoe ver dat is gegaan? En hoe groot dat is. Dat je ook vanmorgen, als je in de kerk zit of thuis meeluistert en misschien denkt van ja, vergeving, vergeving, maar bij mij moet er nog heel wat gebeuren. Dat de Heer zegt, nee, er is al heel veel gebeurd. Er is alles gebeurd. Golgotha, volbracht. Het enige wat je nodig hebt is, kniel voor mij neer. Zet mij in de spotlights. Kijk naar wat ik gedaan heb. Golgotha, het kruis van de Heer Jezus Christus. Jij verdient het oordeel. Zonder twijfel. Maar hij wilde voor u en voor jou gaan. Ga dat alsjeblieft niet gewoon vinden. Maar ervaar dat. En sta er zo bij stil dat het altijd weer een wonder wordt. En wat heb je daarvoor nodig? Dat je je aandacht richt op de Heere. Want zelf red je het niet. Geef je aan mij over. En als je vanmorgen misschien in de kerk zit of thuis. En denk, ja, het zal wel. Voor mij niet meer. Ja, dat kan, hè, dat zo op je afkomt. Dat je terugkijkt op je leven, je lange of je korte leven, dat je brokstukken gemaakt hebt naar God en je naaste. En dat het altijd weer terugkomt naar je, dat kan hè. En dat dat stemmetje erbij komt van de boze die zegt, vergeet het maar, er is geen genade. Er is geen genade, vergeet het maar. Dan zegt David in deze psalm, vergeet het niet, Gods weldaad. Jezus Christus, vergeet Jezus niet. Bij hem is vergeving. Gemeente, dat is het eerste wat in de spotlight staat. Zo wil ik het samenvatten. Maar er is nog meer in deze psalm. En dat vat ik ook maar samen, vers 13 tot 18. Wil je weten hoe de Heer nog meer is? Lees dan vers 13. En dat is zo'n ontroerend beeld. Dat raakt je ook. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Die vaderlijke zorg voor kinderen. Ik zeg er maar even gelijk bij, gemeente, dat
dat de Heere God ons als vaders, als voorbeeld is. En niet andersom, dat de Heere niets is zoals ons als vaders. Want dan gaat het niet goed. Nee, wij als vaders, ik ben vader en grootvader, we hebben de roeping om op de Heere te lijken. Met alle lekker gebrek misschien, maar om hem na te volgen. Maar dan dat beeld, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Met zorg, met verantwoordelijkheid, met bewaking. Met ook terechtwijzing, hoort er ook bij. Zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Dan zie je die armen, als het ware om je heen. Dan is daar binnen veiligheid. Dan ben je beschermd en bewaard. Prachtig. Dat zie je zomaar voor je, hè? Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen. Zo ontfermt zich de Heere over wie hem vreest. Maar waarom zegt David dat nou eigenlijk, dat beeld? Nou, moet je even doorlezen. Waarom gebruikt David dit beeld? Volgende zin, vers 14. Want, er staat dus een reden achter. Waarom? Want hij weet dat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. En dan ben je ineens op die plek waar niemand graag komt. Waar we vanmorgen ook bij stilgestaan hebben, bij het wegvallen, het overlijden van een gemeentelid. En misschien hebt u of jou daar kort of langer geleden ongetwijfeld ook bij gestaan. Wie ontgaat dat? Dan ben je op die plek waar niemand graag komt. De dood, het sterven, het graf. En wees nou eerlijk, daar sta je toch niet blij van te zingen. Al helemaal niet als de Heer ons ook altijd eerlijk blijft voorhouden dat de dood niet alleen een treurig einde van een leven is, maar dat de dood er ook om onze zonde is. Zullen we dat ook niet vergeten? Dood is ook gevolg van de zonde, ook onze zonde. Sterfelijkheid. En dat is zo aangrijpend als je ziet hoe deze psalm dat nou beschrijft, hoe David dat beschrijft, dan kun je je tijdens je leven druk maken over van alles en nog. En dan doen wij, dat doe u, dat doe jij, dat doe ik misschien ook wel op een of andere manier. Je maakt je druk om van alles en nog wat. Je bent bezig. Zeker als je midden in het arbeidsleven staat, je moet aan bepaalde doelen voldoen, je bent misschien met carrière bezig en je bloeit als een bloem op het veld. Mag dat niet? Jazeker, tuurlijk wel. Je mag iets betekenen. Bloeien. En dan ineens komt er een windvlaag, knak. Zo'n mooie hoge zonnebloem die in de tuin staat. En er komt een zomerstorm, knak. En er blijft niks van over. De een maakt dat met een lang proces mee. En de andere zomaar plotseling. Je werk staat stil, je adem staat stil. Je stem zwijgt. En in de oude berijming zingen wij dan: men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Met andere woorden, je kunt in het leven van iemand later nog eens nazoeken wat was nou precies zijn plek. Maar in de letterlijke tekst van de Bijbel staat: haar standplaats kent haar niet meer. Dus je kunt nog zo bekend en nog zo beroemd zijn. Je kan de kans lopen dat je later bij mensen met wie je samengewerkt hebt, met die je samengewerkt heeft, en dat die mensen zeggen: ik heb eigenlijk geen idee over wie je het hebt. En dan heb je naam gemaakt. Zo kwetsbaar, gemeente, zijn wij mensen. De naam van ons mensen stelt in feite niks voor. En dan sta je bij een open graf. En je kijkt omlaag. En wat dan? En dan zeggen heel veel mensen: nou ja, dat is dood. We moeten maar weer zien verder te komen. En op dat punt
Want David weet er natuurlijk ook van. Op dat punt, gemeente, grijpt de dichter in. En dan zegt hij zeker, nee, de dood is niet dood. Ja, hij blijft aangrijpend en verdrietig. Gods oordeel verdient. Maar blijf juist daarom niet naar beneden kijken. Kijk omhoog. Wat zie je daar? Ik zie een vader. Die met wijd open armen staat. En die ik mag zien door Jezus Christus heen. De vaderlijke armen die uitgestrekt zijn, die ik mag kennen door Jezus Christus. In zijn uitgestrekte armen. Aan het kruis. En daarna gestorven en opgestaan. En mag ik de weldaden van de Heere zien. Vergeet Jezus niet. Ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft, zal leven. En wie nu leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Vraagt Jezus aan Martha. En hij vraagt het vanmorgen ook aan jou. Geloof je dat? Vergeet de weldaden van de Heere niet. Die vaderlijke armen die zich uiten in alles wat erachter aankomt. De goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En voor wie zijn verbond in acht nemen. Gemeente, er is wel een oproep in, hè? Zoek de Heere daarin. Maar dan zie je hoe groot hij is. Loof de Heere, mijn ziel. Ik zei net, het graf is dan geen plek om blij te zingen. Nee, dat is het ook niet. Maar ik heb toch meer dan eens, en misschien hebt u het ook wel meegemaakt, aan de rand van het graf. Psalm 68 mogen zingen. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Geloof zij God met diepst ontzag. U zij de glorie, opgestane Heer. Ziet u wel, gemeente, dat God de weldaden van de Heere zijn niet armen vol meevallers voor mezelf. Maar het zijn armen vol genade. Armen vol Jezus. Nou, dat is datgene waar David eigenlijk hemel en aarde bij wil betrekken. Vers 19 tot 22, daar ga ik niet heel veel over zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, laat de hemel daar nou mee instemmen, want daar draait het toch om in je leven. God, die in het licht wordt gezet, als de God van hemel en aarde. Laten we dat vasthouden. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Niet vergeten. Ik zei in het begin, daar begon ik mee, dat er allerlei dingetjes zijn die je kunt vergeten, jongens en meisjes, en dat maakt verder niet uit. Maar er zijn dingen die je niet mag vergeten. En David zegt hier, dit mag je niet vergeten. De weldaden van de Heere. En de vraag vanmorgen die we meekrijgen, gemeente, is, kunt u de Heere zo loven zoals het vanmorgen aan de orde kwam? Niet allereerst blij zijn om wat ik krijg, maar omdat hij zo groot is in zijn onbegrijpelijke genade voor een zondig mens. En dat hij de macht heeft over leven en dood. Dat hij Jezus de opgestaan is. Staat hij, om zo te zeggen, bij u en bij jou in de schijnwerpers? Of bent u de schijnwerper op hem, beter gezegd? Draait het in uw en jouw leven op de Heere zelf? Of zit daar niet het probleem? Want deze oproep, gemeente, komt naar ons toe om de Heere groot te maken. En dat gebeurt in deze psalm. Maar David zegt het niet voor niks, hè? Vergeet niet één. Hij heeft het vast en zeker zelf ook gemerkt. Dat als je de Heere uit het oog verliest, dat je uiteindelijk op jezelf wordt teruggeworpen. Probleem. David zegt hier, hoor je goed wat David zegt? Wat zorgt ervoor dat je God niet kunt loven? Wat zorgt ervoor? Is dat je te maken hebt met moeite en verdriet en tegenslag? Nee, zegt hij.
Weet je wat het loven van God tegenhoudt? Dat je hem vergeet. Dat je zo druk bent met jezelf. Dat je zo ingekeerd bent in jezelf. Je laat opsluiten in alles wat je bezighoudt. Dat je er gewoon niet meer aan denkt dat God God is. En dat hij zo is. En dat hij zo voor je wil zijn. Vergeet niet één van zijn weldaden. Ik noemde aan het begin van de preek mijn grootvader. En mijn grootvader was... Hij had niet zo'n heel sterk geheugen. Dat was verder geen probleem. Hij was directeur van een bedrijf. Dus maar hij had niet zo'n sterk geheugen. Maar dat merkte hij eigenlijk nooit wat van. Hij was altijd keurig gekleed. Jasje aan. Overhemd. Stropdas. En een zakje. En daar zat een briefje in. En een klein potloodje. En alles wat hij tegenkwam op zijn werk of thuis. Of met zijn kleinkinderen. Dat schreef hij even heel klein op. En aan het einde van de dag nam hij zijn briefje erbij en keek hij of hij niet iets vergeten was. Nou, we hebben daar andere methoden voor. En misschien een alarmpje in je telefoon of zo, maar het gaat erom dat je dat niet vergat. En dat werkte. Ik dacht, misschien moeten wij dat ook eens wat vaker doen. Er zitten misschien mensen die hier wat dingen opschrijven tijdens de preek. Of in je bijbeltje een streepje zetten. Of een datum. Ergens bij een tekst die je heeft aangesproken. Waar je denkt, oh ja, wacht even. Jaren later. Dat is waar. Vergeten. Of op een andere manier. Opdat je het niet vergeet wie de Heer is. Gods weldaden in Jezus Christus. Juist in de donkere dagen van het leven. Om hem te zien. Vergeet Jezus niet. En in deze psalm zegt de Heere God als het ware tegen u en jou. Heb je een briefje nodig om het niet te vergeten? Lees maar psalm 103. Neem hem erbij en keer je tot mij. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Kortom, vergeet Jezus niet. Amen. Thank you.
Zullen we de Heere danken. Dank u wel, Heere, voor al uw weldaden. Dank u wel voor Jezus Christus, in wie alles oplicht wat er in uw hart woont. Dank u wel, Heer Jezus, voor datgene wat u had willen doen. U was het aan uzelf en aan ons niet verplicht. Maar u deed het uit genade, opdat we u mogen kennen en dat we in alle omstandigheden van het leven iets hebben om naar op te kijken, omhoog, alle aandacht op u. Wilt u ons daarmee zegenen en troosten? En we belijden u maar heel eerlijk, Heere God, dat die schijnwerper vanuit onszelf al helemaal niet en daarna ook lang niet altijd op u staan. Dat we worden afgeleid door wat er om ons heen gebeurt en in ons hoofd speelt. Dat we u wel vergeten. Vergeten dat datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft voor eens en voor altijd voldoende is voor allen die u vrezen. Wat niet meer en niet minder betekent dan te komen met lege handen naar u. Om het bij u te zoeken. Wie ook maar komt. Niemand uitgezonderd. Zegen dat woord in ons leven, Heer God. En wij bidden u, vroeger aan het begin van de dienst ook al, wilt u door uw Heilige Geest dat zo in ons ieder leven toepassen. Zodat we met dat woord naar huis gaan. En als het ware opgescherpt raken. In hetgene wat echt het allerbelangrijkste is. Het enige nodige. In leven en sterven. Wij bidden u of u die boodschap van het evangelie, van uw weldaden in Jezus Christus, wil zegenen, ook verder in deze wereld waar dat niet bekend is. Waar mensen in verwarring leven, in angst. Heren, zegen iedereen die u daarvoor hebt geroepen, om die heerlijke boodschap te brengen. Wij bidden u om uw zegen, over het verdere van deze dag. Ga met ons mee, ook in de tweede dienst op deze zondag. Heren, we worden genodigd om bij u te komen, om ja, op deze dag die voor u apart staat, aan uw voeten te zitten. Vervul ons met dat verlangen en die verwondering over uw weldaden. Heren, zo prijzen en loven wij u, om alles wat u bent, om uw rechtvaardigheid, uw barmhartigheid, uw genade, uw geduld. Heren, bewaar ons ervoor dat we u niet kennen. Dan gaat het ons allemaal voorbij. Trek ons, ook door deze dienst, als het ware aan uw voeten, voor het eerst of opnieuw. Heb zo dank voor alles wat u gaf en aanvaard ons gebed in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Voordat wij ons slotlied zingen, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we Psalm 68, eerst vers 5 en dan vers 10.
We mogen hier vandaan gaan met de zegen van deze God die ons zijn weldaden in Jezus Christus wil geven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.